Hallo mensen, tof te kijken naar deze goed nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar Zeeland. En ik ben nu in het station van Brussel-Noord en ik moet zo de trein nemen. Ik moet op spoor 4 zijn, want ik moet overstappen in Brugge. Ja, op de trein. Oké, ik ben nu net in Brugge. We zijn net buiten het station. Ik wou op de trein ook filmen, maar het was een beetje de druk op de trein om te filmen. Zo, nog een bus nemen. En daar zit nog een uurtje op ongeveer. En dan zijn we bij Zeeland. Jee. Hier, naar water. Ik zat dus net op de bus. En ik ben hier met Ilsa, die is hier ook. Hallo. Hallo. En het is hier best wel een mooie omgeving hier. Ja, ik moet weer gewoon worden om een beetje bij jou te vloggen. Oké, ik wilde lekker gegeten, alleen had ik niet gefilmd. En nu zijn we weer gezellig op de kamer. En dan zie ik jullie morgen weer. Dom. Ja, hallo mensen. Dus nu zijn we zaterdag. We zijn laat opgestaan en we hebben laat ook ontbeten. Hier hebben we Ilse en de flamingo. Hier ergens moet een hond zijn. Ja, daar is de hond. Ja, we wachten dus nu op de bus. We zitten nu bij de bushalte. Een Ilsa. Ja. Een Ilsa. Wat doe je? Rondjes lopen. Ja, heel de tijd rondjes. Dus we zitten nu op de bus. En Ilsa is hier ook. En naar de zee. Dus dat is leuk. Oké, we zijn dus net uit de bus gestapt. We zijn in de buurt van Preskens. We hebben hier een mooie route waar we kunnen lopen. En dan gaan we zo hopelijk de zee zien. Daar hebben we het stadje. En dan hebben we hier de boot. Ja. Ilsa is ook aan het vloggen. Dat is heel mooi. Wat grappig is dat Ilsa het water eerder zag dan ik. En Ilsa is slechtziend. Ja. Er zijn hier ook veel fietsers. Ik zie hier ook een paar fietsers nu. Ik vind het echt heel leuk hier, dus het is hier rustig. Ik denk dat dit beter is dan de Belgische kust. Of de kust aan het noorden van Frankrijk is ook wel mooi. Daar in de verte zie ik even inzoomen. Daar is nog een stadje. Beeld. Ja, hier hebben we een beeld, maar ik weet niet wat het eigenlijk moet voorstellen. Zo, we zijn nu bij het strand. Dan gaan we lekker wandelen. Oké, nu zitten we lekker op een bankje. Misschien net iets drinken. Daar aan de andere kant, hier zo heb je de zee. En dan gaan we zo misschien ook bij het strand lopen. Dit stukje is dus Vlissingen. En daar kwam Ilsa vandaan van Vlissingen daar zo. Ze kwam hier gisteren aan met de boot. Ja. Oké, dus Ilsa is een interview. Ja. Wat maakt kaas zo speciaal? Het is geel. Het is geweldig. Het is lekker. Het is lekker en geel. En wat leuk. Yay. Oké. Nog een vraag. Als je een pannenkoek eet, wat doe je erop? Kaas, ham, salami en ananas. Oké, vind ik wel een vreemde combinatie voor een pannenkoek. Maar. Oké, nog één vraag bedenken. Als je een superkracht mocht kiezen, welke superkracht zou je dan kiezen? Ja, ik zeg teleporteren. Kijk. Kan je ook nog terug teleporteren? Ja, Ilsa is weer terug geteleporteerd. Oké, we lopen nu op zand. En dan is daar de zee. We hebben ook appartementsgebouwen. Aan Ilsa. Hallo. Ja, we lopen dus nu op het strand. Kom, we gaan naar het water heen. Ja. We gaan eens voelen hoe het water is. Ja. Ja, maar ik kan er niet met mijn voeten in. Ik ga gewoon eens voelen met de hand. Oh. Hier komt het water. Oh. Is het koud? Ja. Dat is op de golf. Gaan we? Ja. Oké.
Pas op voor de schelpjes. Oh, het is zo koud, ja. Ja. We gaan niet heel diep, hoor. Je komt weer op. Oeh, zo leuk. Ja, we vinden het echt leuk hier. Oh, het is wel koud. Oh. Meestal neem ik een koude douche, maar zo koud is het niet dan. Hallo, vlog inception of zo. Ja, Ilsa is al een stuk verder in de zee. Ilsa, je hele kleren worden nat. En nu moet ik denken aan in het foto van Twitter. Ja. Daar hebben we dus het Ilsa zeemonster. Ja, ze gaat helemaal met haar kleren in het water. Hier zien we een Ilsa in haar natuurlijke habitat. Oké, mensen, we zijn dus nu terug van plan nu naar het verblijf weer te gaan. Ik wist niet trouwens dat je ook pannenkoeken kan eten met pannenkoek Hawaii. Dat is eigenlijk een beetje zoals pizza Hawaii, maar dan in plaats van een pizza een pannenkoek. Ja, dat is lekker. Ja. Ja, dus we gaan nu terug naar de Flamingo Studio waar we overnachten. Nu we de bus halen, dus nog 5 minuutjes wachten. Want Ilsa is een beetje moe. Ja. Dan gaan we daar even rusten. Oké, dus we zijn nu even nu op stap alleen. Hier in de Schoondijken. Ilsa zit nog even op de kamer, maar ik wil even rustig gewoon even op stap gaan. Dan kan zij even uitrusten. Was ik daar in de verte. DHL. Ja, ik werk voor DHL, dus ik heb mijn werk hier ook. Nou, is niet zo heel veel hier te doen, maar ik kan gewoon even rustig op mezelf op stap. Ik ben ondertussen wel een half uurtje of zo aan het wandelen hier. Ik wil gewoon even frisse buitenlucht hebben. En dat had ik nu gehad. Dus ja, we gaan ook om 7 uur eten. En het is nu even kijken op de klok. Het is 25 voor 6, dus ongeveer over anderhalf uur gaan we eten. Ik kom op deze plek ook best wel vaak Duitsers tegen. Er zijn ook veel Duitsers hier in de buurt op vakantie en ook een paar West-Vlamingen. Omdat ja, we zitten ook hier niet zo ver van West-Vlaanderen. We hebben ook best wel veel geluk met het weer. Ik had verwacht dat het misschien zou regenen of zo, dus dat is wel fijn. Morgen zijn we hier ook nog een dag, dus hopelijk is dan ook nog mooi weer. Daar stonden we net, daar straks deze ochtend voor de bus. Ik ben bijna weer bij de plek waar we overnachten. Even wandelen. Ja, daar is het. We gaan weer eten in hetzelfde restaurant als gisteren. En we gaan toch een uurtje vroeger eten, omdat Ilsa heel veel honger had. En ik ben ook, ik was nog maar 2 minuten terug van mijn wandeling. En dan moest ik weer naar buiten. Oh, omdat Ilsa heel veel honger had. Ik ben wel eens lekker aan het eten. Ik was net lekker stoofvlees aan het eten met frietjes. En Ilsa eten is ook al eens gedaan met eten. Ja. Oké, we zijn weer zondag en ik was me vergeten te scheren. Ik had net boodschappen gedaan voor het eerst in de Jumbo. Als daar zo. Wachten nu op de bus. En ja, ik moest even vandaag 10 minuten op de bus zitten voor een supermarkt. Want de supermarkt waar we wonen is gesloten op zondag. Ja, dus ik ben weer terug van boodschappen. En we zijn nu weer aan het wandelen. Ilsa die wou nu ook vloggen. Ja, we zijn lekker wandelen. En ook een ijsje aan het eten. Ja. Dus daar vertrekt de boot. En daar zit morgen Ilsa op. Ja. Hallo. En naar Vlissingen was het zeker. Vlissingen. Ja, dus vandaag gaan we weer naar het strand. En ja, ik heb nog een best wel onhandige plek gekozen om naar beneden te gaan, want we moeten via hier. Dat is een beetje onhandig. Ja, Ilsa die is bijvoorbeeld gewoon naar beneden glijden. Als een glijbaan. Ah, dit weekend kon ik niet naar de fitness, maar deze zakken meesleuren is ook fitness. We gaan nu de zee in.
dikke boel. Oh. Oh, allemaal modder. Kijk, ik dacht ze gaan leuk in de zee, maar het allemaal modder te zijn. Zwemmen in de zee gaat fout. Zwemmen gaat fout, dus we wouden hier gaan zwemmen. Maar zoals je ziet, is het hier gewoon allemaal modder. Zoals jullie weten, misschien weten, ik suk in koken. En ik suk ook in praten. Ben je nog aan het vloggen? Ja. Oh. Ja, we zijn dus aan het koken. En ik weet niet hoe goed dit gaat. Maar ja, we kijken wel of het lekker wordt. Oké, we zijn nu even net iets langer dan een week later en ik was de vlog nu aan het editen en ik besefte net dat ik nog helemaal geen auto had voor de vlog, dus ja, dit was dan het weekendje naar Zeeland. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk en laat het dan weten in de reacties en dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij een volgende video, dus bye!